Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 28 november en mijn liefdadige vriend loopt net de deur uit. Hij had het echt super zwaar. Dat is ook wel schattig, zulke kleine oogjes. Maar ik heb vandaag een seminar over het beste uit jezelf halen en gemotiveerd blijven en kracht in jezelf vinden en bla bla bla. Nou ja, het is een hele korte uitleg hoor, want ik ga jullie gewoon gedurende de seminar een beetje meenemen van hoe bevalt het me, wat doet het met me, wat maak ik mee, wat voel ik. En ik weet zelf ook niet zo heel goed wat ik ervan moet verwachten eerlijk gezegd, dus het is voor mij allemaal nieuw, ik heb nog nooit zoiets gedaan. Maar ik heb wel al een aantal keer motivatiepodcasts geluisterd. En ik merkte dat me dat heel erg goed deed. Dus ja, let's see. Het is een half uurtje, dus ik ga me even lekker aankleden. Het is een Zoom ding. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dus ik weet niet of de camera aangaat. Maar ik heb zelf zoiets van een borstel door mijn haar en een trui aan is genoeg toch. Oké, ik heb een ontbijtje. Optimaal en een beetje yoghurt. En als het goed is, is nu installatie van Zoom gelukt. Join a meeting. Kan ik nu ook gewoon weer op die link drukken? Anders vind ik het allemaal wel heel ingewikkeld. Launch meeting. You will leave this meeting to join a team. Ja. Waarom weet ik niet hoe dit werkt? Oké, we zijn er. Het duurt nog 10 minuutjes, dus ik ga even rustig dit opeten. Er is dus een live chat en het is echt wel leuk, want nu gaat iedereen dus zeggen waar die vandaan komt. Dus je ziet echt, hallo, goedemorgen van Etteleur, Almere present. En zo gaat het echt het hele land door. Dus dat is wel leuk. Ik heb mijn camera niet aangezet, het kan wel, maar ik dacht zelf van ja, waarom? Ik misschien later, maar nu even aftasten of zo. En er zijn al 185 mensen aanwezig. Wow. Ik heb echt, ja, ik ben ook heel warm. Want ik denk, waarom ben ik zo warm? Maar ik zie er ook zo warm uit. Maar misschien omdat ik echt uit bed kon rollen en zo voor de laptop zit. Ik zie dus dat echt superveel mensen hun camera aan hebben staan. Het is trouwens nog steeds niet begonnen. Het is 9:50 nu, maar toen dacht ik ineens, laat ik even een notitieboekje erbij pakken. Dan kan ik ook eventueel dingen meeschrijven als ik dat wil. En, maar ik zie dus allemaal verschillende leeftijden en dat vind ik wel echt heel leuk. Je ziet echt gewoon, nou, ik denk letterlijk van tiener tot ouderen. En met ouderen bedoel ik dan 60 plus. Maar ja, weet je, dat is ook wel zo. Je kan op iedere leeftijd nog meer uit jezelf halen. Dus nou, het is nog steeds niet begonnen. De chat gaat lekker. Ik heb ook nog niet meegechat. Ik ben dan echt zo even een beetje kat uit de boom kijken. Maar dat mag ook. Leontien, ik mag jullie host zijn vandaag. Dat betekent ook dat ik via de chat bereikbaar ben. Laten we die even checken. Goedemorgen. Als je zin hebt, zwaai even, beweeg je lichaam even. Kijk, je is fantastisch. Oké. Dan gaan we nu een lichaam uit. En zakken, 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 zakken. 3, 2, 1, go! Oké. Heel goed. Het is nu pauze, een uurtje. En dat is echt wel lekker, want ik merkte 1 dat ik honger kreeg. En 2, ik had al wel gehoopt dat ik ergens nog een campagnefoto kon maken. Maar dat is gelukkig allemaal, hè? Dus we hebben een uurtje. Maar ik zit wel echt vol energie. Ik moet zeggen, er zijn een aantal, het is natuurlijk voor het eerst dat hij het online doet en dat ze het op die manier doen. Het is zo leuk om iedereen los te zien gaan. Weet je, je zag mij ook dansen en dan zie je iedereen achter dat scherm dansen. En dan denk ik, ja, dat is echt genieten en je gaat echt mee in de menigte. Al kan ik me voorstellen dat het zeg maar in een zaal met 500 man, want uiteindelijk is het dus bijna 500 man, nog meer impact heeft. Maar dit werkt al. Ik was helemaal vergeten dat ik die dingen in mijn haar had. Maar ik heb echt al wel dingen
Ik heb wel meerdere dingen opgeschreven, maar er zijn eigenlijk twee dingen die voor mij heel belangrijk waren. Het zijn ook dingen waar ik minder mee heb, maar dat is natuurlijk logisch. Ik bedoel, er was ook een deel waar je je focust op relaties. En wat wel heel fijn was voor mij, dat ik me dus realiseerde dat ik binnen relaties, zowel met Goederik, met mijn ouders, met mijn broers, met mijn vriendinnen, zit ik helemaal goed. Dat ik echt denk, ja, ik ben echt zo happy daarin. Maar wat hij wel zei is dat om frustratie in te ruilen voor fascinatie. En die deed me echt wat. Want ik merk dat ik me best wel kan frustreren. Nog niet eens echt zozeer echt uit. Maar dat ik in mijn hoofd me best wel kan frustreren. En het grappige was, ik ging de katten even eten geven. Liet ik dus een bakje op de grond vallen. Overal kattenbrokjes. En in plaats van dat ik dacht, oh, frustrerend, dacht ik, fascinerend, weet je wel, gewoon fascinerend dat ik nou weer zo onnozel ben en dat ik dit dan precies op dit moment doe. En doordat je er dus een andere emotie aan hangt, voelt het ook anders. Want dat is zeg maar een beetje het tweede punt wat ik heel erg merkte, dat je emotie best wel kan sturen. En dat je hersenen, je hersenen zijn slim, maar die kun je best wel voor de gek houden. En een van die dingen die ik ook heel mooi vond, en die ik dus bijvoorbeeld woensdag met zingen echt kan gaan gebruiken. Even kijken hoor. En bijvoorbeeld ook voordat zangles begint, is bijvoorbeeld in die Superman houding te gaan staan. Om je krachtig te voelen of om de enthousiasme te voelen. En dat dus echt dat naar je hersenen te sturen van yes, yes. En ook dat ik wel dacht van zenuwen mogen er zijn, hè? Het mag. En het geeft je ook extra focus. En hij zei ook van het is juist de verwachting achter dat gevoel wat het verpest. Dus de verwachting dat mijn zenuwen zorgen dat ik slecht word, dat ik slecht presteer, dat is het probleem. Dus ik moet die verwachting eigenlijk aanpakken. Want ik bedoel, ik heb nu mezelf zo vaak teruggezien en zo vaak gedacht van, oh, het klinkt echt fantastisch. En ik weet dat mijn zanglerares ook zei van, als je dit al kan met zoveel zenuwen, moet je nagaan. En dat vond ik ook wel echt een eye-opener. Dat ik dacht, ja, het is inderdaad eigenlijk niet zozeer de zenuwen, want die mogen er best wel zijn. En dat is ook echt wel gezond. Het is de verwachting dat de zenuwen me tekort gaan doen. Dat ik mezelf daardoor tekort ga doen. Dat eigenlijk. Dus dat is wel, nou ja, het eerste deel. Dus ja, echt wel super interessant. Maar nu ga ik even snel door met dingen die ik echt nog van mijn doellijst af moeten vandaag. Heeft dit een beetje gewerkt? Ik dacht, ik ga ze even plat duwen. En dan een tijdje vasthouden. Ik heb gewoon een bad hair day, moet ik accepteren. Oftewel, het frustreert me niet, het fascineert me. Ondertussen heb ik alweer 2 uur op zitten en hebben we weer pauze. Maar ik merk best wel dat, nou ja, ik ben best wel aan het uitchecken. Het is wat mij betreft te lang. Ik bedoel, je hebt een uurtje pauze tussendoor gehad. Nu krijgen we gewoon maar 10 minuten. Maar hij gaat maar door, en hij gaat maar door, en hij gaat maar door. En ik wil niks missen. Ik merk het verlangen in mij dat ik niks wil missen. Dus ik wil gefocust blijven. Maar doordat je dan uren achter elkaar gefocust bent. En het is echt wel taaie stof. En het is ook nog eens persoonlijke stof. En je probeert ook echt gewoon, tenminste, ik probeer echt eerlijk en open naar mezelf te zijn. Want ook dat is niet altijd makkelijk om jezelf op je zwakke kanten te pakken. Maar ik merk wel dat ik denk, dit is te lang. Dit is te lang. Als ik hem was, zou ik dit niet in 1 dag proppen. En dan moet je nagaan dat het morgen eigenlijk weer moet. En ik, nou ja, ik ga het wel doen. Maar ik heb wel het idee dat ik nu denk, volgens mij word ik morgen zo kapot moe wakker. Dat ik me niet weer van 10 tot 7 kan focussen. Ja, weet je, vroeger op school deed ik het natuurlijk ook. Maar ik ben het ook gewoon niet meer gewend. En ik probeer zoveel mee te schrijven. Maar het is wel super interessant. Dat ik kan niet anders zeggen. Maar ik vind het heel lang. Wat mij betreft, het is nu volgens mij bijna 4 uur. Ik zou zeggen, nou, nu is het mooi geweest. Ik kreeg een berichtje van mijn moeder of ik wilde komen eten en een kerstfilm kijken. Dat was echt perfecte timing. Waar is mijn telefoon? Dus, ik heb gelijk mijn jas aangetrokken. En dat ga ik gezellig doen. De vraag is wel of er nog een kerstfilm bestaat die ik nog niet gezien heb. Maar hey, vast wel, jawel. Netflix heeft ook wel veel nieuwe, dus ik denk dat het wel goed komt. Ik ben alleen even mijn sleutel, nee niet mijn sleutel, mijn telefoon kwijt. Dit weer is wel andere koek hoor. Potverdikke, je voelt wel echt dat de winter er komt. Ik heb gewoon een beetje dat ik denk,
Ik voel sneeuw in de lucht hangen. Maar dat is waarschijnlijk iets enthousiast. Maar ik ben wel blij dat ik mijn bont jasje aan heb getrokken. En mijn dikke trui. Oh, en ik zag alle twee zijn jassen thuis hangen. Hè? Dat kan niet. Welke jas heeft hij dan aan? Hij gaat het zo koud krijgen onderweg naar huis. Die arme jongen. Nou ja, hij moet er toch weer even aan wennen. Ik had mijn handschoenen natuurlijk. Mijn nieuwe handschoenen. Die wilde ik nog speciaal in de auto leggen. Weet je wat dus grappig is? Of nou ja, grappig. Laten we het woord opvallend gebruiken. Trappy wordt er helemaal loco-loco van. Van die handschoenen. En ik denk dus dat het komt omdat het echt leer is. Of echt schapenwol. Dat zou ook kunnen. Nou ja, één van de twee. Nou, niet dat het echt is. Maar ik denk dat hij reageert op de geur of zo. Dus hij blijft ze elke keer van de kapstok aftrekken. En dan vind ik ze weer random op een plek in het huis. Hij koudt er niet op of zo. Hij maakt ze ook niet kapot. Het is puur dat hij ruikt het en dan neemt hij het mee. En dan legt hij het op een soort van plekje. Zo van, nou, nu is het van mij. Super gek. Dus ik had ze nu eventjes goed in de tas gestopt. Maar ja, dat is niet handig, want dan hou ik ze weer niet bij me. En dit stuur is zo koud. Oh, de tank is veel goedkoper dan gisteren. Het scheelt 2 cent. Potverdikkie. Oh my goodness, kijk nou. Dit is toch fantastisch. Wat leuk. Ik wil meer lampjes in mijn huis als ik dit zie. Ik bedenk me wel dat ik potverdikkie de spijkers ben vergeten. En ik zou zo'n kerstboom die ik thuis heb ook voor mijn moeder maken. Nou, als ze dat echt per se vandaag wil, dan ga ik wel terug. Maar ik denk dat het later deze week ook nog wel kan. Ik loop nog even met mama in de supermarkt. Want Omi had nog wat spulletjes nodig. En ze heeft een to-go-to-go box. En het idee was om even frietjes te halen. Als we er dan toch zijn. Hey. Laurier. Oh. Lekker vette hap, vette hap. Er zit genoeg saus voor mij, jawel. Ja, ook mijn meneer zitten, ja. Oh, lekker. Gaan we op de bank zitten? Ja. Yes. We gaan toch kerstfilm kijken? Ja, oh ja. Nee, maar toch, misschien wil je dat na het eten doen. Nee, ja, helemaal prima. Ik ben ervoor, hoor. Thuis bij deze vriend. En bij deze vriend. Hi. We hebben uiteindelijk nog een kerstfilm gekeken. En daarna ben ik lekker naar huis gegaan. Hij is ook thuis. Hij is heel moe. Heel druk gehad. Ze hadden een Sinterklaas drive-in. Ze hebben, dit is echt dat babyhaar van mij is niet te doen. Maar negeer dat. Maar ze hebben een drive-in gebouwd. Super vet. Super leuk. En nu was het dus voor Sinterklaas. De friet was trouwens echt niet lekker, dus ik baal een beetje. Ik heb en nog een beetje trek, merk ik. En een nieuwe snackbar uitgeprobeerd. Maar het is gewoon niet mijn snackbar, daar ben ik wel achter. Daar zou ik niet snel weer heen gaan. Maar ja, ik heb 2 kiwis naar binnen gewerkt nu. Maar misschien moet ik toch nog even krusli eten of zo. Om mijn maag een beetje te stillen. Ik heb ook tijdens die seminar veel te weinig gegeten hoor, dat geef ik gelijk toe. Ik had het er wel met mijn ouders nog over. En ik merkte echt wel dat het me nog bezig hield. En dat ik er heel erg over na aan het denken was. En ik zei ook tegen mijn moeder van... Ik zag het ook een beetje als compliment naar mezelf. Dat ik in heel veel situaties die hij schetste dacht... Dat herken ik, maar dat heb ik niet meer. Weet je wel? Of ik weet al hoe ik dat moet handelen. Dus dan was ik ook wel... Ik heb en dingen geleerd. En ik ben ingaan zien dat ik misschien wel verder ben dan ik eigenlijk dacht. Dus ja, morgen is het weer om 10:00. En ik ga het wel sowieso... voor klaarzitten, maar ik denk wel dat ik zeg maar ervoor kies om wel, bijvoorbeeld ik moet de vaat doen, die staat echt mega opgestapeld, dat ik kijk terwijl ik de vaat doe, zeg maar. Ik moet echt wel het een en ander doen, dus, maar ik ga hem sowieso aanzetten. Jongens, dit was echt zo bizar, maar zo grappig. Ik dacht, ik ga even de mast, nee, hoe heet dat? I Can See Your Voice terugkijken. Echt zo'n heerlijk fout programma waar ik echt wel van kan genieten. Dat ze op basis van uiterlijk eigenlijk gaan bepalen of iemand kan zingen ja of nee. En dan kom je er daarna dus achter of het echt zo is. En ik zit dan te kijken en ik zie het voorstukje en ik denk niet. Ik denk niet. Dit is Daniel. Dit is Daniel. Ik weet het zeker. En dat bleek nog zo te zijn ook. En Daniel is dus een jongen waarmee ik aankomende woensdag het liedje op gaat nemen. Mijn aangetrouwde achterneef of whatever. Ik had het nog met mijn moeder over. Die zei, ja, maar eigenlijk is hij niks van jou. Ik zeg, nee. Maar ik weet ook even niet hoe ik het moet noemen. Dus ik noem hem nu Daniel. Maar hij was daar gewoon. En hij heeft gewoon tot het allerlaatste... Dus misschien heb je het wel gezien. Tot de allerlaatste ronde. En hij mocht een duet met Gerard Joling zingen. En ik denk dat hij...
Hij deed super, super goed. Maar ik denk dat hij stiekem een beetje baalde. Want Nederlandstalig is echt niet zijn ding. Maar hij deed zo goed. Echt super leuk. Hoe bizar is dat? Echt. En dan moet je je bedenken dat ik woensdag dan straks met hem sta te zingen. Ja, hij is ook maar normaal mens. Ik bedoel, maar ik vind het wel heel cool dat hij dat doet. Ik bedoel, ik vind het wel moeilijk om gewoon met hem af te spreken om een liedje te zingen. En hij gaat gewoon in een tv-programma met Gerard Joling zingen. Ik bedoel, ik was waarschijnlijk flauwgevallen. Ik ga wel lekker pissen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.